Jongens, dit is een keer naar mijn kanaal. Je ziet het aan de titel. We zitten weer in een restaurant. Je ziet het in een restaurant. Mijn restaurant. Vorige, de eerste aflevering hebben we mijn restaurant geopend. Dago. En dan gaan we een video opnieuw, Dago. Dus ja, we hebben vorige video van dit hebben we mijn restaurant geopend. Was de titel in ieder geval. Maar ik ben AFK nog even af en toe op bezig geweest. Maar ja, ik heb gezegd, als je het leuk vindt of het op goed ontvangen, ja, dan ga ik er misschien verder af en toe afleveringen van maken. Maar het is niet de bedoeling dat ik altijd deze game ga spelen met opname. En dat ik echt zoveel, ik ben Drive Empire is bijvoorbeeld wel, zodat ik zoveel mogelijk, als ik Drive Empire speel, dat ik dan bijvoorbeeld als ik auto's koop of zo, en dat ik dan eigenlijk, ja, altijd moet opnemen. En met Drive Empire doe ik niet iets speciaals zonder opname. Hier is dat niet zo echt. En je hoort misschien nog aan mijn stem. En, ik ben een beetje verkouden. Ik ben ziek. Normaal zou ik nu op school moeten zitten. Want het is voor mij 12:40 in de middag. Ja, normaal zou ik op school moeten zitten. Maar het ging gewoon niet. Ik ben wel naar school geweest. Maar ik ben zo strontziek, zoals je zo mag zeggen. Dat is goed niet gaan. Daar wil ik even afleiding zoeken, wil ik even een video opnemen. Speciaal voor jullie en met jullie. Dus ik heb alweer ook weer rustig te praten. En laten we dan de opname knallen. En hopelijk nog iets kunnen maken. Ondanks dat ik ziek ben en praten en verkoudheid. Ik hoop dat het niet stoort. Maar ik heb gisteren was er al op school af tijdens de speeltijd. In ieder geval heb ik op een gezet. Even hoe ik dit spel nog even gespeeld. En of in de les mocht ik even gevraagd of wij mochten. Dus dan heb ik hier een paar tafels en stoelen bij gezet. Deze allemaal nieuw. Volgens mij heb ik er toen 4 tafels gekocht en 16 stoelen. Deze. Die is dus nieuw. Deze. Die en die heb ik nu gezet. En ik dacht, ja, misschien kan ik hier ook nog. Maar ja, dat kan bewerkt niet meer dan niet meer langs. He. Hier kan ook. Hier kan bewerkt niet meer van niet langs. En die heb nu eigenlijk een kassier. Dat heb ik ook gisteren gekocht. Heb ik ingehuurd. En een kassier die dan eigenlijk alle bestellingen opneemt en de wetens brengt het. Dus de garçon eigenlijk, die brengt het naar hen. En dan heb ik ook nog 3 koks, 3 wetens. Dus ik ben daar wel goed voor. Ja, heb ik mijn kassamedewerker moeten door kunnen. Dus daar heb ik voor zeker even hier geen tafelstoel plaatsen. Ik bedoel, kijk, mijn restaurant loopt niet zo bepaald heel goed. Want ja, alles goed zo moet lopen, vind ik tot alle. Toch wel 2 tot 3 tafelstoelen hoeven niet voor mij vol te zitten, maar tot gewoon überhaupt veel gladde tafelstoelen zit, had ik wel gehoopt eigenlijk. Maar dat is dus niet het geval, nee, want kijk, hier zit gewoon eigenlijk niemand. Wat. Er zijn vooral veel die komen afhalen. Ja, je ziet er echt niet veel. Sterker nog, zoals ik nu zie, zijn tafelstoelen letterlijk gewoon zelfs leeg. Allemaal gewoon, dus ja. Maar wij hebben ook niet veel te doen. Dus ik weet niet, dan moet ik komen zien. Dus ik heb een kennis op Roblox. En weet hoe ik hier veel klanten ga kunnen krijgen. En dat mijn restaurant succesvol wordt. Hier zijn we 2 die het wachten op een bestelling. Ik heb 3 koks, 3 obers of op dit. Dus ik kost allemaal zoveel geld, maar ik verdien bijna niks eigenlijk. Ja, ik hoop dat ik kort nog meer verdien, maar dat zien we dan wel. Alles is goed leeg. Er komt er iemand, kijk, oké. Okay. Dat is al de eerste klant dat ik aan het dat ik het echt heb gezien, want juist heb ik een paar keer, heb ik een paar keer geld geclaimd. Dus er zijn wel klanten geweest, maar toch. Er wil 2 dingen, 1 klant zit letterlijk aan, ik weet niet hoeveel tafels ik nog wel niet heb. Ja, dat ja. Dat wordt heel traag geld verdienen, hè? Ja. Maar als het zo succesvol zou worden, ja, dan moet ik niet genoeg aan mijn koek en mijn opdieners of mijn. Even kijken, hè? Wat is beter? Want ik wist dat wel, maar nu even. Ah, bediende, ja, dat is bediening. De bediening, zal ik het even noemen? De bediende. Bediening, ja. Dus mijn bediening en mijn opdieners, of weet ik het, is er weer even bijgekomen. Maar kijk hoeveel leeg ze. Ik bedoel, dat kost me allemaal duiten met geld. Allemaal zoveel die tafels en stoelen, het gebouw moet ik betaald krijgen.
En dan komen er belangen niet van klanten. Ik heb veel restaurantspellen gespeeld, bijvoorbeeld waardoor waar gewoon alles stampvol zat. Maar hier precies niet. Maar toen ben ik een realist, moet ik niet allemaal heel vol zitten. Die heeft later misschien pakt 2 minuten of zo, 2, 3, misschien 4 minuten gezeten. En die heeft 25 euro betaald, dat ik per... Ja, ik moet geen aankopen doen, dat is wel een voordeel, dat krijg je allemaal. 50 euro kan ik wel gratis hebben. Maar als ik dan pak 25 euro voor, pak 5 minuten ruim. En als hij hier komt zitten, en als hij dan... En als hij gaat zitten, bestelling opneemt, bestelling krijgt, alles opeet. En als hij, heel het proces van hoe lang die hier in mijn restaurant is, pak tot dat 5 minuten is. Ja, dan verdien ik pak toe. Oh, ik moet niet zeggen. Sorry, dat was dus mijn nieuws. Mijn god. En dat heb ik even meegemaakt. Ja, joh, wel, ik ben strontziek, maat. Ik kijk ook het licht, want niet is soms zo heerlijk. Niet deze opname, I know, maar gewoon, ik moet dat even niet doen, want anders ging het toch komen en dan ging ik meer pijn doen. Dus ik geef het licht misschien niet zo aan. We kunnen weer verder, yes. Bakgemiddeld, ja... 25 euro pakt per 5 minuten. En dat is pakt... Als je in de game hebt, verdien ik dus 300 euro per uur. Per persoon, hè. Dat is maar 1 persoon, dus, hè. En meer tegelijk, I know. Nou, dat kan wel tellen, maar wij niet hoe je betaalt. De rekening moet betalen als je realistisch denkt, hè. Ah, hier zit iemand. Ah, er zijn er meer, precies. Hier zit iemand, hier zit iemand. Ja, het begint vol te lopen. Die bepaalt wat ik wil, maar die 35 betaalt. Nice, nice, nice. Hier zit nog iemand die lekker hotdog kan eten. Hotdog brengt niet zoveel op, alsjeblieft koop dan nog iets. Weet je, een drankje of zo, en een vodka of zo. Kost me 20 euro per glas. Hij pakt 100 euro voor een fles. Ja, makkelijk verdiend. Als je natuurlijk een die 1 hotdog of 2 misschien geeft voor 8 euro. Wat heb ik aan 8? Dat kan je niet van leven in de maat. In boet, moet, jojo. 35, hier 9 euro. $1, maar. Ik zeg gewoon even euro, als het niet erg is. Nee, kijk, ik bedoel, mijn bediende stond hier juist allemaal tegelijk. En nu hebben ze gezien dat een klant was naartoe kunnen gaan, maar... Ja, die hebben niet veel te doen. Die moeten wel vol lopen. I mean... Nou ja, het is wat, hè. Ja... Je kunt dan even investeren in kookmateriaal. Een grill. Ik heb ook nog 4 grills nodig, minstens. Grill. Eens kijken, en dan die pizza oven ook nog gebult. De cooking set. Grills. Oh, ach, ja, daar gaan we even mee wachten. Is er over? Ja. 1, 2, 3. Alsof het niks is. Ja, dat is een 1000 euro doorheen geraakt. En dan moeten we daar nog één aan. Oude stoof. Ik hoop er nog eentje van. Ik ga even kijken met de kleur uiteraard. Ik ga even dit zo doen. Denk wel. Inventory. Hoppa. Color picker. Doet die. Let's do it.
Goed is dan. Maar nou, misschien ga ik dat wel doen. Ik ga hier zo veel aan elkaar doen. Oké, en dan deze ook color picker. Oh, niet die, maar die. Dat is een ander, dat is omgekeerd. Wat rechts wat je ziet, wat de bovenste en de primary color, wat nu zwart is, dat is bij de stoof of de oven zeg ik, is dat wit. En daaronder de secondary color is nu wit, maar dat, bij de stoof is dat zwart. Dus daarom moet je dat even, dat moet het omgekeerd dus eigenlijk. Is dat nou eigenlijk ook handig? Even, ik val. Maar, ik zal nog een beetje in de weg, maar. Hier hebben we dit. We hebben overal 8 doen. Met elk 8, denk ik. Misschien 10, want ik kan 10 koks inhuren. Dan moet het er luxe eruit zien. Dus dan moet ik ergens een plekje vinden waar ik nog 2 extra stoofs kan zetten. Want als ik nu hier 4 naast elkaar heb net. En ja, hier dan nog 3 erbij. Ja, dan heb je er 8, snap je? Dus ik moet ergens misschien ja, iets inproppen, of vind ik het. Even kijken hoe het moet. Misschien kan ik het nog hier op het midden zetten. Misschien is het een optie. Even kijken. Al gaat even nu zijn, oké. Dan gaan we hier het geld op pakken. Ah, er zijn wel klanten geweest, dat is nooit nice. Oké, okay. Oh, 41, dat is goed. Ja, hebben we weer 480 euro's, eurotjes, euro. Je pak voor dus maar gewoon Flappy. Van een meisje dan koken is. Dat zie ik niet vaak in de echte professionele. Nee, ik zie een meisje voordat ik een meisje mooi hoog zijn heb. Maar gewoon. Ik bedoel, de echte Michelin sterren restaurant of zo. Of gewoon de veel sterren restaurant, de chique restaurant, dan zie ik al 9 van de 10 zie er eigenlijk alleen maar mannen koken. Dat is wat dat is. Dus als nu in mijn 5 sterren restaurant met misschien 2 of 3 sterren Michelin, zo ga ik mijn restaurant noemen. Dan, en als je daar een beetje kok zit, ja, dat vind ik wel cool, dat vind ik wel nice, ja. Ah, misschien kan ik daar wel, ja. Een deur misschien. Maar dat doe ik wel het liefste. Wauw. Oh, dat is bureau. Maar zo ben je terug. Ik geef een bureau, man. A few moments later. Oké, daar ben ik weer. ik moet even bureau maken voor het gebeuren aan. Ik bedoel, de influencer live. Okay, ja, er zijn alleen vrienden die erop zijn. Dus niet dat heel alle fans er kunnen zien. Maar ik vind het gewoon leuk als afleiding. En gewoon. Bureau is later echt zo bekend geworden. Dus. Bureau's. Te maken, ja, dat geeft me gewoon wat rust. Dat vind ik leuk om te doen. Daar hou ik graag mee bezig. Dus, laat me even doen en dan kun je gewoon nu even terug. Ik heb nu wel ben op tijd, dus dan kan ik weer. Met de update kan ik misschien straks. Kan ik nu eigenlijk, omdat ik op tijd ben, kan ik er 5 nieuwe plaatsen. Dus totaal kan ik 6 bureaus per dag plaatsen. Als je niet op tijd bent, is het in totaal 2. Dus dan heb je 1 extra. 1 die je maakt als de melding afgaat. En dan ook nog 1 extra. Dat is door de nieuwe eigenaar van Bureau. Bureau is verkocht voor 500 miljoen, heb ik gehoord.
het bureau verkocht aan een mediabedrijf en zo. Want bureau, die moest ook op een of andere manier hun werknemers blijven betalen. Het werd zo bekend dat ze moesten klantenservice hebben, ze moesten technicus hebben, dinges. De technische mensen moesten ze hebben. Ja, dat van dat. Dus daarom hebben ze het verkocht voor 500 miljoen. En nu zijn er reclames, zijn er andere updates. Dus ik ben blij dat dit wegging, want dat was ik. En met mijn bril kun je eigenlijk alles terugkijken. En als je dan een jaar of zo een bril hebt geplaatst, dan krijg je er ook een melding van je herinneringen. Dat is leuk om eigenlijk terug te kijken wat je allemaal hebt meegemaakt. En nu toch op school zitten, schoolleven, het YouTube-leven. En soms doe ik ook achter de schermen dus op bril dingen maken. En ja, dan kun je dan altijd in de toekomst terugkijken. Wanneer je wil, kun je terugkijken wat je die dagen aan het doen was. En wanneer je met je vrienden was, wanneer je eens naar de film ging, wanneer je eerste relatie hebt. Al die dingen kun je in je bril gooien. Wat je dan wil, dat je wilt kunt terugkrijgen. Ja, jij jezelf kunt uiteraard zien. Niemand anders kan terugkijken in jouw bril. Maar zo dat lukt. Je plaatst één keer, dan kunnen al je vrienden die erop hebben, kunnen dat zien. En als er een nieuwe melding gaat, ja, dan kunnen ze niet meer zien, tenzij je in je hoogtepunten zet. Dus het is wel leuk om mee te werken. En ja, door mijn vrienden heb ik dat ook begint te gebruiken. Dus ja. Maar goed, we hebben ook weer redelijk wat geld bij elkaar gehakt. Ik kon net je bestelling pakken. Echt ja. Soms zit ik met mij niet meer zo snel, dat is niet meer bij jou, of ik ben gewoon te traag. Want ja, er is niet veel volg in mijn winkel, maar toch. We hebben restaurant bedoel ik zeg wel winkel met een restaurant. En laten we even gewoon YOLO met de polo. Laten we gewoon even wat stoelen en tafeltjes meekopen. Dat gaan we wel even doen, denk ik. We moeten weer terug gaan, dan gaan we naar dik hoog en dan table, hoppa, en dan hebben we altijd 10. Doe het daar even bij. En dan terug naar decor. En dan share. En dan hebben we altijd deze. En hier moeten we 4 van punten. Dus 2, 3, 4. Nog een keer, 4 keer. 5, 6, 7, 8. En go! En dan gaan we ze plaatsen. Kijk eens. De combinatie van de kleuren goed is. Want totaal is het hetzelfde. Ja, dat klopt helemaal. Dan moet dat hier zo. En die moet hier op de go. En dan de stoelen er rondom. En voilà. Dat zijn nieuwe plekjes voor mijn klanten. En dan hebben we weer een nieuwe lading. Stoelen en tafel erbij. Hoppa. Dat is nice. Heel nice. Voilà, het ziet er nu clean uit. Je hebt een restaurant gehad, jongens. Ik weet. Ook op Roblox. Mijn restaurant noemde het eigenlijk. En daar hebben we ook zoveel klanten lokken. En zoveel klanten hebben om zoveel te verdienen. Dus ik zette alles nokkie, proppie, dokkie, nokkie, boemvol. Boezevol. Denk ik ook wel in Antwerpen of ergens in de camper. Aan de zeekust en zo. En dat is boezevol, zette ik dat. En ja, er kwamen inderdaad veel klanten, maar dat zag je niet uit. Dus nu heb ik bij dit, en toen ik wat ouder ben, meer verstand hebben, weet je wel, heb ik besloten om met dit restaurant het ordelijk te hebben en niet zoveel klanten meer te hebben, maar wel het netjes te hebben. Dus dat hebben we nu, dat gaan we nu fixen. Dus, en dat ziet er ook wel veel cleaner uit. Dus dat gaan we dan zo ook doen, hè. En zo houden eigenlijk, hè. Thank you. Weer wordt je het alleen knappen. Hoppa, 41 euro, 35 euro. Hoppa, dat is wel lekker verdienen. Yes, yes, yes. Op de 40 maal 8 is. Dan weet ik 160. 320. En 200. Ja, we kunnen het nog eens 2 keer doen. Ik ga het gewoon doen. YOLO. Hoppa. Nee, hier moet het niet zijn. Decor. Nee.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Nee, go. En dan kunnen we nog eens uitgeven. €200 voor twee tafeltjes. Yes. Moet dan een share, oké. Tables. Even kijken. Hier is een middle table. 1. En dat is nummer 3. There you go. Zo. Adrien Mult en inventory. En dan kunnen we weer plaatsen. En dan gaan we hier. Ja, zo. En laten we die dan misschien hier op zetten. Zo. There you go. Zo. F. Zo. En door de go staat hij ook weer netjes geplaatst. En dan weer twee nieuwe hierbij zitten. Even het nieuwe koppel voor even weken. Jawel, 8 mensen kunnen hier zitten. Weer. Hier heb ik juist daarvoor ook nog twee keer vier stoelen, totaal acht. Twee tafels. Dus eigenlijk vandaag in deze aflevering hebben we dus. En weer voor. 16 nieuwe, voor 16 mensen nieuwe zitplekken gegeven. En 4 nieuwe tafels. Dat hebben we dus nu kunnen doen. Nee. Dus luister staan. Very nice, very nice. Very good, very nice. Very good, very nice. En dat geldt altijd op de tafels nemen. Want anders kunnen we ook gewoon niet rond. En anders kunnen we niet leven. Dus even dit. Het geld doen alle beetjes helpen. Dus even het geld gewoon aannemen op tafel. Nou, alles hè. Nice, nice. Very nice, very good. Voilà, ik neem je bestelling even. Drie keer. Nu is het niet met mijn voorste. Hoppa. En hoe meer kookdingen, of hoe meer bak of ovens, of pizza-ovens of grills, hoe meer ik daarvan plaats, hoe sneller en hoe meer dat mijn wijnnemers kunnen koken voor alle mensen. En voor mijn klanten. Want als er maar één stond en je hebt 3 koks en ik moet zelf nog eens af en toe koken. Ja, dan moet iedereen wachten op elkaar, snap je? Dus. Het moet wachten op elkaar, dus dat is niet handig. Dus er staan meer, veel mogelijk ovens en grills en pizza-ovens. En ja, meer of beter dan geld. Maar ik kost ook wel redelijk wat geld. Ja, een beetje investeren, hè? Beetje extra geld geven. Een beetje investeren is dat, ja. En nu is alles wel leeg. Niemand meer. Of niemand. Niemand. Oh, hier is nog niemand weg. Oké. Maar goed, dan wil ik jullie hierbij bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat deze video leuk vond. Like en nu even meer hier beneden YouTube gedaan. En ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En het fijn vond dat ik weer eens een restaurant. Heb gerund in deze aflevering. Dus ja, komt nu in beeld dat meer dan 81,6% niet geabonneerd. Ben je een van 81,6%? Abonneer je alsjeblieft dan. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Ben niet verplicht om te abonneren. En als je al geabonneerd bent, blijf dan zeker geabonneerd. Als je dat nog wil. Als je niet geabonneerd bent, als je een van de 81,6% bent die nu kijkt, abonneer alsjeblieft dan. En dan halen we misschien ooit de... ooit de 1000 abonnees, ooit de 10.000, ooit de 100.000, schrijf ervoor. We gaan proberen voor 2030 de 100.000 abonnees aan te tikken. Dat moet toch lukken, hè? Ik bedoel, dat is al ruim vooruit. Dat moet lukken, vind ik, dus, jawel, dat. Nu, je weet wat je te doen staat. En dan, misschien wil je meer van deze serie zien, of meer van deze afleveringen van mijn restaurant game, of hoe het noemt, even kijken hoe het noemt. Restaurant Business, dat was het. Wil je restaurant business meer zien? volg dan zeker. Laat een reactie in lieve comment achter. Of waarom je dit terug wil zien. Of überhaupt, ik wil het graag terug zien. Laat het zo maar iets weten.
En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Zeg zoals altijd, later. We're going in circles.